De NPS behaalde bij de verkiezingen van 2020 als derde grootste partij ruim 32.000 stemmen, welke zich door de huidige kiesregeling vertaalde in slechts 3 zetels. Partijvoorzitter, tevens parlementariër Gregory Rusland, zegt dat de groene fractie voorstander is van verandering in de Surinaamse kiesregeling. Vrijdag heeft het Constitutioneel Hof bepaald dat de huidige Surinaamse kiesregeling in strijd is met nationale en internationale wetgeving. Er moet nu volgens de NPS-voorzitter gewerkt worden aan een gunstig systeem, welke niet weer na jaren weer veranderd moet worden, omdat het ten nadele zal komen van de samenleving. Wat ons betreft is dit een activiteit welke breed gedragen moet worden. Wanneer je komt tot nu het vaststellen van een kiessysteem, willen wij toch wel hebben dat zoveel mogelijk groeperingen, politieke partijen en dergelijke toch wel eens zijn. Je gaat niet iedereen op lijn krijgen. Je gaat altijd mensen hebben die tegen zijn. Maar dat we toch wel zo breed mogelijk gedragen systeem hebben. Dus dat betekent dat je sowieso ook de andere politieke organisaties, de maatschappelijke groeperingen, die allemaal betrekking hebben op dit soort activiteiten zoals VSB, bedrijfsleven en dergelijke. In die end zullen we moeten komen met een systeem nogmaals, waarbij het in ieder geval bij de NPS omgaat dat het een rechtvaardig systeem is. Niet een systeem welke straks weer over een paar jaar voorgedragen kan worden bij het Constitutioneel Hof voor aanpassingen weer en dergelijke. Dus je gaat daar rekening mee moeten houden. Rusland merkt verder op dat het systeem welke in elkaar zal worden gezet, eentje moet worden waar de Surinaamse burger zich in kan terugvinden. En ook bij de uitkomsten van de verkiezingen, we zo breed mogelijk ook zien dat die samenleving daar representant in is. Het is ook een verantwoordelijkheid voor de politieke organisaties natuurlijk. Maar ik denk dat we dus een dergelijk systeem zullen moeten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat wij een systeem krijgen nogmaals dat naar tevredenheid van brede lagen van die samenleving kan worden goedgekeurd. De parlementariër zegt dat Suriname nu al in het proces zit om te komen tot bijstelling van het huidige kiessysteem. Hij merkt op dat de uitspraak van het Constitutioneel Hof helemaal in lijn is met zaken waarover de NPS zich zorgen maakt. Rusland is ook van mening dat er veel werk aan de winkel is voor het geheel parlement om tot een betere kiesregeling te komen. De bedoeling is volgens hem dat de assemblée zich gaat beraden over haar rol om te komen tot een nieuw breedgedragen systeem.